Goedemorgen, kijk naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 9 juli. Het is prachtig weer in Nederland, de zon die schijnt volop, en dat blijft het eigenlijk ook wel vandaag. Alleen komt er wel in de loop van de dag vanuit het zuiden meer hogere bewolking binnen schuiven, en uiteindelijk kan de zon het dan ook wat moeilijk gaan krijgen. Maar vooralsnog dus veel zon en de temperatuur loopt mooi op. Vanmiddag wordt het zo'n 22 graden in het noordwesten, tot 26 graden plaatselijk in het zuiden van het land. Er zijn flinke zonnige perioden en, zoals gezegd, vanuit het zuiden komt er dan geleidelijk aan meer hoge bewolking binnenschuiven. Vanavond is ook rustig weer met temperaturen nog lang boven de 20 graden. Ook overdag en vanavond staat er nauwelijks wind. De wind is over het algemeen oostelijk of noordoostelijk en zwak. Morgen gaat er wel iets veranderen. Vannacht kan er in het zuidoosten al een enkele bui vallen. En ook morgenochtend kan er in het zuidoosten een bui vallen. Er is kans op een klap-onweer. Daarna breekt het open op de meeste plaatsen en komt de zon goed tevoorschijn. De temperatuur kan dan oplopen naar zo'n 24 tot 27 graden. In de loop van de middag ontstaan er meer stapelwolken. En dan gaan er ook elders buien vallen. Met name in het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het nog lang droog. Daar pas in de loop van de avond een paar buien. Ja, en na morgen dan wordt het toch echt wat wisselvalliger en ook minder warm. De maxima die liggen over het algemeen tussen de 18 en de 22 graden. En zowel op dinsdag als op woensdag moeten we rekening houden met flink wat neerslag in de loop van de dag. Donderdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperatuur dan nog steeds zo rond de 20 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne zondag.